Goedendag iedereen op deze 27 oktober 2021. Ik ben hier even in de spits. Aan de locatie van de N290 Provinciale Weg. Dus de linkerkant richting Terneuzen 9 kilometer en de rechterkant richting Hulst. Het is ook nog wel even interessant voor de verkeersdrukte hier in de spits. Dus hier kan je goed zien, dus de baan verder N290 naar rechts. Ga je dus gewoon buiten Zaamslag naar Terneuzen en voor Zaamslag dus gewoon met de fiets rechtdoor of ook de afslag dan met de wagen en kom je dan terug op de N290. Dan nog even de locatie van het veer. Zo, ondertussen is de bus daar, maar die is wel te laat. Ik heb daar praktisch nu wel niemand in de bus gezien. Dus die bus gaat nu richting Vogelwaarde Kloosterzanden en dan terug naar Hulst. Dus dat maakt 30 minuten reisroute. Ga je rechtdoor? Bij erin 10 tot 12 minuten. Nou, dus dat is het hier in feitelijk iedere dag. Er is absoluut geen druk verkeer. Ik zeg ja, enkel een bepaald moment. Zo, ik heb even de berekening gedaan hier. De bus is 5 minuten te laat. Dus dat wil zeggen, in Hulst busstation moet je overstappen op de lijnbus. Kan je dus de lijnbus missen, want je komt toe op het moment dus dat de lijnbus vertrekt. Dus dat betekent in de praktijk 2 uur tijdverlies. Dus je moet wachten tot de andere grensbus, die is om 10 uur en het is 1 bus per uur. Dus dat maakt, kom je dus toe aan Hulst busstation, moet je de bus nemen om terug te keren naar deze zone hier en dan eventueel een uur later vertrekken. Dat is iets die nog altijd gebeurt. Ik heb het zelf ook al meegemaakt. Dus opnieuw 1 bus per uur is niet te doen. Je ziet zelfs, ik heb het hier nu even spontaan toevallig terug in beeld gebracht, de bus is opnieuw te laat.